In de nacht van zondag op maandag is er aanzienlijke schade ontstaan door een brand die mogelijk is ontstaan bij een auto op het terrein van een woning aan de Harriet Fresenstraat in Tiel. Er raakte niemand gewond. Er was bij de politie en de brandweer een melding binnengekomen van een uitslaande brand. Diverse hulpdiensten gingen naar de opgegeven locatie. Bij aankomst bleek een auto al volledig te zijn uitgebrand. De brand was inmiddels overgeslagen naar een naastgelegen schuur. Ook liepen drie woningen rook- en waterschade op. De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over dit voorval. Bel in dat geval met 0900 8844.